jongeren hebben ook een mening, hebben ook een stem, maar ze worden toch heel vaak niet gehoord. Terwijl ze echt wel wat te zeggen hebben. En heel veel instanties denken van, oh, we bereiken die jongeren wel, dat komt allemaal wel goed. Maar 9 van de 10 keer is dat dus niet zo. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Gewoon echt een beetje de schakel ertussenin zijn. Ik begrijp de taal die de beleidsmakers spreken en ik begrijp de taal die de jongeren spreken. Dus het is natuurlijk, ja, wie ik ben. Nou, ik ben Jasmina. Ik ben 30 jaar. Ik woon in Rotterdam. Ik heb hier ook gestudeerd vroeger. Maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik heb ongeveer 9 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Dat doe ik nog steeds, maar iets minder omdat ik nu dan ook met projecten bezig ben. Het heet officieel projectleider maatschappelijke projecten online. Wat ik eigenlijk probeer te doen is vooral om instanties, organisaties, bedrijven te connecten met jongeren. Je bent eigenlijk net een schakel ertussen. Organisaties willen vaak iets van jongeren en jongeren hebben ook wel wat te zeggen. Maar die communicatie, die praten anders op de een of andere manier, dus die begrijpen elkaar niet zo. Het is echt een ontzettend leuk plan, al zeg ik het zelf. Het is een plan voor de lokale omroepen en ook op het internet een programma te maken over jongeren in Rotterdam. Hoe ziet de belevingswereld van jongeren er nou eigenlijk uit? Wat houdt ze bezig? Waar praten ze over? Hoe denken ze over bepaalde dingen? Ja, de doelgroep is vooral jongeren natuurlijk in de eerste plaats. Het is voor en door jongeren. En daarnaast is het denk ik ook een heel interessant programma voor politici, bijvoorbeeld beleidsmakers of noem maar op. Want de bedoeling is ook wel dat de dialoog wordt aangegaan. Zodat jongeren ook kunnen zien van, oh, de politiek gaat daar op die manier mee om. Of, oh, hey, ze zijn ons toch niet vergeten. En dat politici ook kunnen kijken van, hey, wij hebben dit idee. Jongeren, wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? En klopt het hoe wij het daarover denken? Of hebben jullie een hele andere mening? Dus het is vooral echt de dialoog tussen die twee. Ja, dat is, zou wel heel erg mooi zijn. Ik denk dat dat nog veel te weinig gebeurt. Ja, mijn droom is toch wel om mensen samen te brengen. Want je ziet toch wel de laatste tijden dat de dialoog niet meer wordt aangegaan met elkaar. En we leven hier in een samenleving, nou het woord zegt het al, maar het is allemaal zo individueel. Het gaat allemaal langs elkaar heen op dit moment en dat vind ik zo jammer. En het zou echt wel mijn droom zijn om iets te ontwikkelen waardoor we met elkaar die dialoog alweer kunnen aangaan. Want ondanks alle verschillen hebben we één ding gemeen, we zijn allemaal Rotterdammers.